kennis over het nieuwe coronavirus dat COVID-19 kan veroorzaken ontwikkelt zich snel. Op dit moment is de kennis over het ziekteverloop in de MERS-patiënten nog heel beperkt. De informatie die ik in deze video geef, die is gebaseerd op kennis van 12 maart. Met MS in beeld zullen we de informatie voortdurend evalueren en zo nodig bijwerken. Houd daarom onze website goed in de gaten. Vind je mij lastig te verstaan? Zet dan de ondertitels aan bij deze video. Inmiddels is de uitbraak met het nieuwe coronavirus bestempeld als een pandemie. Een epidemie op wereldwijde schaal. Al maanden is het virus wereldnieuws en helaas is dat niet onterecht. De besmettingen verspreiden zich in een razend tempo. Ouderen, zieken of mensen met een verlaagde weerstand lopen een vergroot risico om ernstig ziek te worden. In deze video zal ik de extra risico's die MS-patiënten lopen bespreken. Ik ben Bram Platel en met Stichting MS in Beeld zet ik me in om wetenschappelijke informatie op een begrijpelijke manier beschikbaar te maken. Deze keer behandel ik in het kort een onderwerp dat ons allemaal bezighoudt, het nieuwe coronavirus. Wat het nieuwe virus zo gevaarlijk maakt, is dat het zichzelf supersnel verspreidt en daarnaast lijken er veel meer mensen aan de gevolgen van dit virus te overlijden dan door een gewone griep. Zeker wanneer ziekenhuizen overrompeld worden door een toestroom van ernstig zieke patiënten, kan dit sterftecijfer snel oplopen. Daarom is het echt belangrijk om een uitbraak zo snel en efficiënt mogelijk in te dammen. Het is super belangrijk om de epidemie serieus te nemen en de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het RIVM, op te volgen. In essentie zijn mensen met MS niet vatbaarder voor infectie met het nieuwe coronavirus dan gezonde mensen, maar het gebruik van sommige MS-medicijnen kan ervoor zorgen dat wanneer je besmet raakt met het virus, de ziekte ernstiger verloopt dan bij anderen. Ik zal zo dadelijk een overzicht geven van alle medicijnen. In elk geval is het van belang om een besmetting met het nieuwe coronavirus proberen te voorkomen. Hiervoor is het belangrijk om de algemene richtlijnen van het RIVM op te volgen. De meest actuele richtlijnen staan op de website van het RIVM. En op dit moment zijn de adviezen: was je handen regelmatig en goed. Mijd lichamelijk contact zoals handen schudden of 3 keer zoenen. Voorkom dat je binnen 2 meter van mensen die niezen of hoesten bent. Vermijd grote groepen. Voor kwetsbare personen, ouderen en personen met een verminderde weerstand gelden nog extra adviezen. Namelijk, vermijd grote gezelschappen en het openbaar vervoer. Voor kwetsbare personen die nog werken, zou ik daar zelf aan toevoegen, probeer zoveel mogelijk thuis te werken. Belangrijk zijn ook deze extra adviezen om eventuele verspreiding van het virus te voorkomen. Nies of hoest niet in je hand, maar in je elleboog. Of beter nog, nies of hoest in een papieren zakdoekje en gooi die daarna weg. Als je al verkoudheidsklachten hebt, dan geldt blijf thuis en beperk sociale contacten. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te mijden. Deze adviezen kunnen snel veranderen, dus houd daarom de website van het RIVM in de gaten voor de nieuwste richtlijnen. Op dit moment zijn dit de adviezen van het RIVM en inmiddels van diverse MS-centra. Heb je verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden en heb je contact gehad met een patiënt met het coronavirus of ben je in een gebied geweest waar het coronavirus heerst, dan hoef je de huisarts niet te bellen. Je klachten zijn mild, de kans dat dit een gewone verkoudheid is groot. Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Dus houd afstand tot andere mensen. Maar let op, worden die klachten erger, bijvoorbeeld heb je meer dan 38 graden koorts, moet je hoesten of ben je benauwd of verergerd door de koorts CMS-klachten dusdanig dat je hier veel last van hebt,
dan moet je wel bellen met de huisarts en of je neuroloog of de MS-verpleegkundige. Ik zal zo dadelijk MS-medicijnen bespreken en welke impact deze mogelijk hebben op het verloop van een infectie met het coronavirus. Deze informatie die is gebaseerd op informatie van MS Trust uit Engeland. En net als al andere informatie in deze video zal dit naar verwachting veranderen zodra er nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn. Zoals ik al zei, zullen we met Stichting MS in Beeld deze bronnen in de gaten blijven houden en onze website blijven voorzien van continue updates. Een belangrijke boodschap die geldt voor alle MS-medicijnen is: stop niet zonder overleg met je neuroloog met het nemen van MS-medicijnen. Het risico dat de MS daardoor op korte termijn ernstig verslechtert is groot en daarna is het ook niet zo dat een verminderd immuunsysteem zich snel herstelt na het stoppen van medicatie. MS is een heel diverse ziekte die voor iedereen anders verloopt. Zo verschillen ook de risico's van persoon tot persoon. Die zijn afhankelijk van een heleboel factoren. Het medicijn dat je gebruikt is er één van, maar ook de klinische kenmerken van je MS, je algemene gezondheid en andere langere termijn gezondheidsproblemen die je hebt spelen mee. De informatie die ik hier geef over de risico's die het gebruik van MS-medicatie met zich meebrengt, is slechts een heel klein deeltje van die puzzel. Dit overzicht is bedoeld om je te helpen een eerste beoordeling van je eigen risico te maken. Hopelijk kun je dan beter beoordelen wanneer je contact zou moeten opnemen met je neuroloog of MS-verpleegkundige voor meer gedetailleerd advies. Copaxone, Aubagio, Tecfidera, Beta-interferone en Tysabri. Al deze middelen zijn waarschijnlijk veilig omdat ze de werking van het immuunsysteem niet in zijn algeheelheid onderdrukken. Er wordt dus aangeraden dat mensen die die medicijnen gebruiken hier gewoon mee doorgaan. Lemtrada, Mavenclad en Ocrevus. Anders dan die voorgaande medicijnen belemmeren deze middelen het immuunsysteem mogelijk wel om adequaat op te kunnen treden tijdens een besmetting met het nieuwe coronavirus. Heb je een dergelijke behandeling gehad, wees dan extra voorzichtig en hou je aan de richtlijnen voor kwetsbare personen. Als je binnenkort gepland staat voor een kuur met een van deze medicijnen, dan kun je samen met je neuroloog op basis van je persoonlijke situatie overwegen om dit uit te stellen. Het kan ook zo zijn dat wanneer er naar de individuele situatie gekeken wordt, er wel wordt besloten om door te gaan met de behandeling. Of misschien tijdelijk over te stappen naar een ander medicijn. Annuleer de behandelingskuur dus niet zelf. Het is heel belangrijk om dit eerst met je neuroloog te bespreken. Gilenia. Bij het gebruik van Gilenia kan elke infectie, dus ook een coronavirusinfectie, ernstiger verlopen. Als je al Gilenia gebruikt, dan kan stoppen leiden tot een rebound. Een snelle opvlamming van een MS-ziekteactiviteit. Het risico op zo'n rebound weegt eigenlijk altijd op tegen de risico's van het virus. Zomaar stoppen met Gilenia is dus geen goed idee. Gebruik je Gilenia, ben dan extra voorzichtig en houd je aan de richtlijnen voor kwetsbare personen. Sta je gepland om binnenkort met Gilenia te beginnen, dan zou je in overleg met de neuroloog voorlopig een alternatief medicijn kunnen overwegen. HSCT, hematopoïetische stamceltransplantatie, is in essentie een intense chemotherapiebehandeling. Op onze website is over die behandeling heel veel te vinden. Door deze behandeling is het immuunsysteem aanzienlijk belemmerd voor een langere tijd. Heb je de afgelopen jaren een dergelijke behandeling ondergaan, ben dan extra voorzichtig en ook hier geldt, hou je aan de richtlijnen voor kwetsbare personen. Denk erover om op korte termijn de HCT-behandeling te laten uitvoeren in het buitenland, dan is het misschien verstandig om dit uit te stellen. Gebruik je een van de risicomedicijnen en ben je blootgesteld aan het coronavirus, neem dan telefonisch contact op met de neuroloog, MS-verpleegkundige of je huisarts. Maar ga niet naar het spreekuur.
De belangrijkste boodschap van deze video is dat door het gebruik van bepaalde MS-medicatie een besmetting met het coronavirus ernstiger zou kunnen verlopen. Gebruik je een van deze medicijnen, wees dan extra voorzichtig en probeer zeer zorgvuldig besmetting met het virus te voorkomen. Hou je aan de richtlijnen van het RIVM en check regelmatig voor updates. En zoals de WHO aanraadt, vermijd drukke plaatsen. Probeer 1 tot 2 meter afstand te houden tot anderen. En probeer je ogen, neus en mond niet aan te raken. Let op, stop nooit zonder overleg met je neuroloog met het nemen van MS-medicijnen. Het risico dat de MS daardoor op korte termijn ernstig verslechtert is groot. Daarnaast herstelt het immuunsysteem zich erg langzaam na het stoppen van die medicatie. Annuleer ook niet zonder overleg een geplande behandeling. Bedankt voor het kijken, ben niet bang, maar handel verstandig en moedig anderen aan om dit ook te doen.